Welkom bij de Clean Experience. U kijkt naar de instructievideo van de TCE G40 Plus. Achtbaar stoomreiniger. Deze wordt standaard geleverd met 3 meter slang. Steek de stekker in het stopcontact. Zet de machine aan met de hoofdschakelaar. Aan de voorzijde van de machine bevindt zich een oranje schakelaar. Zet deze aan. Nu zal de machine gaan opwarmen. Bij de eerste keer in gebruik nemen verschijnt er in het display H2O en u hoort een onderbroken pieptoon. Dit houdt in dat de watertank leeg is. Vul nu de machine bij de zwarte dop met water. Hier mag enkel alleen water in. Nu warmt de machine op en zal er heat in het display verschijnen. Na plusminus 7 minuten zal er in het display go verschijnen en is de machine gereed om te stomen. Deze machine is voorzien van een uitneembare detergenttank. Deze is bevestigd aan de achterzijde van de stoomreiniger. Hier kan een reinigingsproduct in. Bij voorkeur TCE Bio Steam Clean. Aan de linkerkant van het display zit de detergentbutton. Deze is in te stellen door de button ingedrukt te houden. In het display verschijnt een getal. 1 is minimaal, 32 is maximaal. Product of extra water. Aan de voorkant zit tevens de stoomknop. Hier kan de druk traploos mee geregeld worden. Sluit de slang aan op de machine. Open het zwarte klepje aan de voorkant van de machine. Controleer of de rubber O-ringetjes aanwezig en niet beschadigd zijn. Steek nu met een vloeiende beweging de slang in de machine. Uitleg bediening van de slang. In en op het pistool zit de bediening van de machine. Hier kunnen alle functies in- en uitgeschakeld worden. In het handvat zit de rode knop om de stoomfunctie in of uit te schakelen. Deze moet ingedrukt worden om te kunnen stomen. Laat de rode knop los om het stomen te stoppen. Op het handvat zit de schakelaar om de hydrojet of de detergent te kunnen bedienen. Druk deze schakelaar blijvend in om het reinigingsproduct of extra water toe te voegen aan de stoom.